vrienden, ik moet dit even met jullie delen. Ik heb zo'n hele vreemde droom gehad. Vannacht, ja, moet je horen. Ik maakte mijn debuut in het Nederlands elftal. Vannacht, ja. En ik zat ineens in de kleedkamer van het Nederlands elftal. Zie je het voor je? En ik had al, ze gooiden zomaar een shirt naar me toe en ik denk, wel, trek het aan. Het shirt was al te groot ook, weet je, te groot shirt. Broek zat ook niet lekker, nee. En ik zit daar met rug nummer 7. Dat zag ik nog net in een spiegel zo, zat ik op de bank. Nou, daar zat ik met de grote shirt en met de grote broek. En ik dacht nog van, oké, rug nummer 7, dus ik sta gewoon ergens op rechts. Ja, dat dacht ik. En mijn Louis van Gaal, die komt binnen en die wijst gelijk zo naar mij. Hoe is het voor je, Louis zegt. En jij Vermegen, jij staat op links. Jij bent linkerspits. Ik zeg, Louis, ik heb helemaal geen linkerbeen, niks mee te maken. Ja, ik zeg, maar mag ik dan misschien nummer 11 hebben, als ik toch op links sta? Nee, niks. Niks, geen 11. Je hebt nummer 7 en dat hou je en je staat op links. Goeiedag, dus ik ga werkelijk, met lood in mijn benen, ga ik. Het was in de Kuip, ik zag er helemaal vol uitverkocht. En dan kom ik zenuwachtig het veld op. En ik sta zo'n beetje in te springen, weet je wel. Ik denk nou een beetje professioneel opwarmen. En ik kijk nog zo naar de lijn. En Louis die wijst nog zo naar links. Denk erom. Nou, en ik, ja, oké, de wedstrijd begint. En ik krijg dus elke keer die bal aangespeeld op mijn linkerbeen. En elke keer, en ik weet niet wat dat was, maar ja, vrienden, dit was een droom. Ik zit dus in een blokkade of zo. En ik krijg maar niet. En ik krijg niet dat linkerbeen. Dat gaat dus niet. Dit wil maar niet schieten. En ik roep tegen Louis. Louis, mijn linkerbeen gaat niet. Ik kan niet schieten. Ik heb een of andere blokkade. Hij zegt, hou op, zegt Louis tegen mij. Dit ga je doen. Rechterbeen naast de bal, hap, en zwaai dat linkerbeen, zwaai je uit en dan schiet je op die goal. Dus, eerst volgende keer dat ik die bal weer krijg, ik zet mijn rechterbeen, zet ik naast die bal, hap, en ik zwaai met die linker en daar gaat die bal. Ja, daar ging die bal. Die gaat. En ik sta zo in het verlengde van die bal te genieten en te kijken. En ik zie hem gaan. En hij dreigt naast te gaan. Ik denk, oh god, hij gaat naast. En die keeper, die denkt dat ook. Dus die keeper blijft staan. En die bal gaat langs de keeper heen. En precies achter die keeper krijgt hij ineens effect. En draait zo binnen een paal. Het doel in. Ha! En ik scoorde in het Nederlands elftal. En die Kuip ontplofte. En Louis, die kwam helemaal zo naar me toe. En stond ik ineens, hap, te high-fiven met Louis. En Louis zegt tegen mij, hey, wat heb ik je gezegd? Dat zegt Louis. En ik werd wakker, vrienden. Want daar stopte de droom. En toen dacht ik alleen maar bij mezelf. Ik heb nog een tijdje wakker gelegen hoor. Toen dacht ik, wat wil deze droom mij nou vertellen? Ja, wat wil deze droom mij nou zeggen? En toen dacht ik, wil hij dan gaan vertellen dat Louis ze gelijk krijgt op zijn manier van spelen? Is dat dan wat deze droom mij wil zeggen? Of wil het zeggen dat er één iemand is in de voorhoede van het Nederlands elftal? Waarschijnlijk, ik noem het, Depay, of Malen, of Berghuis, of Gakpo. Eén van die gasten maakt een goal met zijn linkerbeen. Dat zou ook nog kunnen. Ha! Nou, als dat zo is, nou, dan is het een fantastische droom.